Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, ik ben Lia. Hi, Sunny. Kom verder. Dank je. Nou Lia, ik zit hier in je prachtige behandelstoel, maar ik ben natuurlijk niet gekomen om zelf een behandeling door jou te ondergaan. Maar ik ben gekomen om alles te horen over jouw ervaringen met Blue M. Niet alleen in de praktijk, maar ook in jouw privé situatie. Want je hebt inmiddels heel veel ervaringen opgedaan. Dat klopt. Allereerst, ik wil heel graag weten, wanneer ben je met Blue M in aanraking gekomen? Ik denk zo'n 6 jaar geleden. Toen heb ik informatie gekregen van dokter Blijdorp. En die heeft mij alles verteld over het inzetten, waar het bij ingezet kan worden en wat de belangrijkste eigenschappen van de Blue M zijn, wat de werking is. Ja, dat 6 jaar geleden. Dat beviel jou wel? Dat beviel me wel. En bij welke indicaties zet je het in? Ik zet het heel vaak bij parodontitis in. En dan laat ik de patiënten ermee spoelen en poetsen. Ik spuit de pockets er wel eens mee uit. Daarnaast gebruik ik het bij mensen met implantaten. Als ik zie dat mensen plekjes in de mond hebben, dan zet ik het in, dan laat ik het gebruiken. En daarnaast heb ik het ook in de privé-situatie gebruikt, bij mijn moeder. Die is behandeld voor borstkanker. En die had heel veel last van de chemotherapie voor de mond. Dat ze zweertjes en blaren en zo had. Ook de aders op de hand, waar ze de chemokuur doorheen liet stromen, ging de ader helemaal van kapot. En toen hebben we de 5% Blue M ingezet. De oral gel is de oral gel. Ja, en daar heeft ze dagelijks de ader mee ingesmeerd. Hoe en vaak? Tweemaal daags dan of gewoon 1 keer per dag? Tweemaal daags. Tweemaal daags. Ja. En daarmee is toch die ader behouden gebleven. En dan nog een nadeel van die chemotherapie is dat de nagels zo afbrokkelen. Ook daar heeft ze de Blue M gel op gesmeerd. En dat is ook goed gekomen met die nagels. Jeetje, dus je hebt inderdaad niet alleen gewoon bij jouw patiënt een hele goede ervaring, maar ook een hele persoonlijke ervaring met Blue M. Ja, dat klopt. Ja, en als het je eigen moeder betreft, dan ben je daar heel erg blij om, dat ze daar zoveel profijt van heeft. Ja, zeker in een dergelijke situatie, hè, als het om kanker gaat, wat natuurlijk al een verschrikkelijke ziekte is, zeker als je het heel nabij meemaakt. Ja. Dan is het heel mooi om te horen, ook voor ons, dat je daar gewoon voor een stukje verlichting hebt kunnen zorgen. Ja, zeker. Want als die mond dan ook nog voor zoveel problemen zorgt tijdens die chemokuur, ze eten natuurlijk al veel minder. Ze moeten toch eten om op krachten te blijven. Als je dan met die oral gel wat extra daaraan kan doen, het te verlichten voor de patiënt, is dat heel prettig. Ja. Even voor de leek onder ons. Chemotherapie is natuurlijk een hele heftige behandeling voor kankerpatiënten. Wat gebeurt er dan eigenlijk allemaal in die mond? Wat kan er kapot gaan? Wat voor klachten kunnen mensen krijgen? De chemotherapie grijpt in op de sneldelende cellen. En de mondslijmvliezen, dat zijn ook sneldelende cellen. Dus ook de mondslijmvliezen, die worden vernietigd. En dan krijgen ze blaren en de vellen die hangen eraan. Nou, het nadeel daarvan is dat ze weer niet kunnen eten. Eten is heel belangrijk ten tijde van ziek zijn natuurlijk, om je te herstellen. Als je daarmee met Blue M gewoon ervoor kunt zorgen dat de mensen en minder pijn hebben en beter kunnen eten en die mond gewoon geneest, ja, dan is het gewoon super. Dus de Blue M zorgt er eigenlijk ook voor dat mensen weer beter kunnen eten, minder pijn hebben en inderdaad dat die wonden in de mond gewoon razendsnel sneller genezen. Ja. Waarom zou ik nog adviseren aan patiënten verder? Nou, het heeft gewoon een hele goede werking op de mondslijmvliezen. Er zit honing in, honing en zouten, dat zorgt ervoor dat zuurstof vrijkomt. Kapotte cellen en cellen die ziek zijn, die hebben gewoon extra zuurstof nodig. En dat breng je door middel van deze tandpasta, breng je dat aan. Dus alle mensen met zweertjes, wondjes, noem maar op in de mond, kun je dus de tandpasta adviseren. Hebben ze meer last, dan zou ik de oral gel inzetten. Dat heeft een wat hogere concentratie van zuurstof. Nou, al met al zit hier een heel tevreden mondhygiëniste. Dat klopt. Ja, ik ben zeer blij met Blue M. Ik zet het regelmatig in.